Ik ben naar de huisarts gegaan omdat ik maandenlang last heb van een depressie. Mijn huisarts geeft aan dat het komt doordat ik een stofje mis in mijn brein. Klopt dit? En moet ik hiervoor antidepressiva slikken? Het zou echt top zijn, hè? Stel dat het een stofje is, dan moeten we gewoon India vragen om meer van die pillen te produceren. En dan is het probleem opgelost. Heb jij geen werk meer? Dat is dan wel wat minder. Maar dan is het probleem gelijk opgelost, als dat zou kloppen. Ze hebben dus eigenlijk gezien dat op het moment dat jij lage niveaus van serotonine hebt. Dat hebben ze eigenlijk geassocieerd met een hoop, het meer voorkomen van een depressie. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, hij is als SP en naast mij zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we weer een kijkersvraag. Maar voordat we daar naartoe gaan, hebben we een bijzonder object hier op tafel. En voor de mensen die geen beeld hebben, kan je eens beschrijven wat jij voor je ziet, Aisha? Het is een uh, roze huidskleurige ovaal met bloedvaten. Nou, dan mag je drie seconden raden wat dat is, is thuis, zonder het beeld. Ja, mensen met beeld die denken echt van ja, het spreekt voor zich. Maar uh, we hebben een brein aangeschaft. Ja, een derde brein, zodat we extra goed kunnen nadenken. Precies, een anatomische brein hebben we dus aangeschaft. En dat hebben we gedaan omdat we merken... we hebben het vaker over bepaalde hersenstructuren en het zenuwstelsel. Want dat, zijn eigenlijk de, de, dat is eigenlijk de kern van psychische problemen. Daar gebeurt het. Het gebeurt bijvoorbeeld niet in je linkerteen. En um, we merkten een beetje dat als we het hebben over een hypothalamus... dat het toch wel leuker is om dat ook te kunnen uitbeelden. Van waar zit dat ding en wat doet dat ding? En, uh, en uh, die amygdala, die amandel... Waar zit die en uh, wat is de functie daarvan? Dus we gaan in, het, in, de, in de toekomst wat vaker ook de uh, structuren van het brein meenemen binnen onze podcast. En uh, ja, we hebben normaal ook een belletje, maar die is verdwenen van tafel. Dus die halen we binnenkort weer in beeld als je, dat, uh, als je je afvroeg waar die was. Oké, okay, ik stel voor dat we naar de kijkersvraag gaan. Um, de kijkersvraag ging als volgt: Ik. Ik ben naar de huisarts gegaan omdat ik maandenlang last heb van een depressie. Mijn huisarts geeft aan dat het komt doordat ik een stofje mis in mijn brein. Klopt dit? En moet ik hiervoor antidepressiva slikken? Goeie vraag. Ik krijg die vraag ook vaker, moet ik zeggen. Ja, en wat krijg je dan? Nou, dat eigenlijk al mensen dan bij me komen, omdat uh, natuurlijk, als neuropsycholoog, je bent veel meer bezig eigenlijk met interventies op het gebied van hey, hoe kan je je beter gaan voelen? Wat moeten we aan gaan passen? En dat mensen dan bij me komen van ja, maar is het niet gewoon een stofje dat ik mis in mijn brein? En ja. daarmee bedoelen ze dan ook vragen van hey, heeft het überhaupt wel zin om psychologische therapie te doen? Ja, precies. Precies. En dat zou echt top zijn hè? Stel dat het een stofje is. Dan moeten we gewoon India vragen om meer van die pillen te produceren en dan is het probleem opgelost. Heb jij geen werk meer? Dat is dan wel wat minder. <laughs> Maar dan is het probleem gelijk opgelost, als dat zou kloppen. Dus we hebben het al een beetje verklapt. Maar waar, weet jij waar dat vandaan komt? Dat mensen denken dat het komt puur doordat je een stofje mist in je brein? Um, ja, dat is eigenlijk gekomen. Ze hebben per toeval, als ik het me goed herinner, ik denk dat dat wel iets van in de jaren 70 of 80 moet zijn geweest, hebben ze per toeval een SSRI ontdekt. En een SSRI staat voor een Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Maar wat het eigenlijk betekent is dat er dus een stofje is in je brein. Dus als we dat over dat stofje hebben, dan gaat het om een stofje serotonine. En ze hebben dus eigenlijk gezien dat op het moment dat jij lage niveaus van serotonine hebt, dat hebben ze eigenlijk geassocieerd met een hoog, het meer voorkomen van een depressie. Dus toen was de gedachte van nou, als we ervoor zorgen dat dat stofje vermeerdert in je brein, dan zal de depressie wel afnemen. Dus dat is de theorie die later is ontdekt, maar dat is eigenlijk per toeval um, ontdekt, omdat ze dus zagen dat een, een uh, medicatie die dus voorkomt eigenlijk dat de serotonine weggaat uit je brein, die hebben ze dus eigenlijk, dat hebben ze dus eigenlijk gezien dat dat de stemming verbetert. Ja, ah, dat is dus die reuptake inhibitor, dus ja, de heropname. even te vertalen, inderdaad in Is dus die wordt dus geremd, <laughs> waardoor er meer serotonine blijft gepoeld, als het ware. Ja, dus eigenlijk als je het in Jip en Janneke taal vertelt, of, uh, of verder aanvult, wat jij inderdaad zegt. Dus normaal heb je dan uh, neuronen, dat zijn de hersencellen van je brein, en die zijn um, verbonden aan elkaar. Alleen tussen de verbinding van de ene neuron en de tweede neuron, zit een soort van een, een, een gleufje, zit een spleet. Ja. En op het moment dat in die spleet allemaal serotonine zit, dan zou je dus hypothetisch gezien goed voelen. Alleen op het moment dat... Eh, normaal wordt hij ook weer terug de cel ingetrokken. En in dat proces werken die SSRI's dus in. Hmm. Dus om te voorkomen dat hij weer terug de cel in wordt getrokken... waar het dus geen effect heeft. Ja, want jij zegt dus in de jaren 70, 80... is dat eigenlijk per ongeluk gecreëerd, zo'n SSRI blijkbaar. Of men zag van, hé, hey, hier word je dus blijer van. Ehm... Um... Maar er was natuurlijk ook een hype. Hè? Dus ik denk dat dat begin 21e eeuw, dus jaren 2000, mm -hmm. heeft men dat ook steeds meer naar voren gebracht. Hè? Dus die hypothese, dus de aanname dat, 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 uh, dat je een stofje mist in je brein bij een depressie, dat was op een duur een hype. Dus ja, die big pharma, die dachten natuurlijk top, dit moeten we de markt in, in blazen. Ik herinner ook dat je vroeger als arts, als, uh, als huisarts, en ook als cardioloog of alle specialisten, die kregen dan snoepreisjes. En wat dat dus inhoudt, is dat dan zo'n uh, zo zo big pharma uh, bedrijf naar je afdeling komt of naar je huisartsenpraktijk. En dan zeggen ze van, hey jongens, uh, jullie mogen namens ons, uh, weet ik veel, een skivakantie naar Zwitserland twee weken. En uh, dan krijg je een paar mokken van ons, van ons merk. Alsjeblieft, die mag je op tafel leggen. En dan uh, kun je voortaan onze pillen voorschrijven. Echt? Uh, ja. Ja, lekker... Dat kan je je niet voorstellen, toch? Ja, maar vroeger kon dat. Dus, dus vandaag? vroeger bedoel je dus 10, 20 jaar geleden. Nou ja, ik weet niet precies wanneer het is afgeschaft of wanneer het niet meer mocht. Maar ik zie het wel bijvoorbeeld in de huispraktijk dat je soms dan mokken hebt met een medicijnmerk. Echt waar? En, en laten we eerlijk zijn: we weten ook een beetje hoe marketing ondertussen werkt. Uh, merken als Coca-Cola, merken als McDonald's, die betalen miljoenen euro's om jou vaker dat logo te laten zien. Dus ja. wat zij doen is, zij geven jou een mok. En dan denken we, nou, een mok is 2 euro. Maar het zorgt ervoor dat je dat vaker ziet. En als iemand dan bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, iemand heeft uh, een longontsteking. En je denkt van, hé, hey, je uh, de pupje. Dat merk, dat staat op mijn tafel. Misschien moet je die gaan slikken. Dus het is toch wel, ja, het, dat, dat kon vroeger dus. En waarschijnlijk heeft men dat ook in de in, in jaren 2000 ook zo aangepakt. Van, hé, hey, die SSRI's, uh, dat is de oplossing voor je depressie. Het is een stofje dat je mist in je brein. Nederland telt nu volgens mij 1,2 miljoen mensen die een depressie hebben? Nou, hebben we 1,2 miljoen klanten. Top, kom maar ja. door. Dus, dus ik denk dat dat ook meespeelt dat er op een duur een hype ontstond. En sinds een paar jaar is dat een beetje. Ja, hoe noem je dat? Ontkracht, maar dan ook heel duidelijk met meta-analyses. Ja, jij weet, jij weet daar denk ik meer van. Maar uh, weet je een beetje wanneer de doorslag, het doorslaggevende moment was dat men Erachter kwam volgens onderzoek van hé, hey, het is helemaal niet alleen maar een stofje dat je mist in je brein? Nou, ik denk dat heel veel uh, therapeuten dat eigenlijk al lang wisten. Dus ik, ik, ik neem aan dat ook als je psychotherapeut was en dat op het moment dat je in de jaren zestig iemand behandelde. en dat hij misschien een scheiding had, of hij had een trauma meegemaakt of iemand verloren. dat je niet dacht van hé, hey, je mist een stofje in je brein, maar dat het daaraan ligt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook gewoon benadrukken, ook in deze podcast. dat Um, hey, we hebben het nu over de serotonine, we hebben het nu over het stofje in je brein. Maar aan het einde van de dag is het een biologische, psychologische, sociale verklaringsmodel. Dus biopsychosociaal. En inderdaad, in het biologische gedeelte, daar kan je het over hebben met het stofje dat je mist in je brein. Er is dus ook nog een stukje over de genen. Dus bijvoorbeeld is ook een gen gevonden. Uh, als ik het goed zeg, de 5-HTTLPR. Het kan zijn dat ik een medeklinker omwissel ergens. Ja. Um, maar op het moment dat je dus in de, binnen de genetica, op het moment dat je twee korte varianten van dat gen had, van het 5-HTT-LPR-gen, dan had je dus ook een grotere kans om depressief te worden, later in je leven. Dus dan denk je ook zo van: oh nee, het zit in de genetica, de, de psychologische en de sociale factoren, die worden helemaal buiten beschouwing gelaten. Maar later hebben ze dus gezien in ook weer nieuwere onderzoeken. Dat dus, alleen bij mensen die heel veel stressoren in hun jeugd hebben gehad, die dus moeilijke levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. Dus denk aan mishandeling of trauma of bijvoorbeeld pesten. Mm -hmm. Dat die mensen die heftige dingen hebben meegemaakt en die, dat, en die die korte variant van dat gen hadden, dat alleen die mensen een hogere kans hadden op een depressie. En ook al had je die kortere variant van dat gen. Maar had je een hele liefdevolle warme opvoeding, dan hadden ze juist een lagere kans om depressief te worden dan oh. de mensen met de lange variant van het gen. Oh. Dus dat is eigenlijk een, een klassieke studie. Het is echt een, uh, vandaar dat ik me nog herinner, het is nog helemaal van mijn uh, studietijd. Alleen wat je dan dus inderdaad ziet, is, kijk, soms op het moment dat er een biologisch onderdeel is van het proces, dan zijn we als mensen denk ik gewoon heel erg geneigd om te denken: oh, dat is dus de verklaring. Dus ook met dat genetische onderzoek. Kijk, als je een lage, een, de lage variant van het gen hebt, de kleine variant van het gen, dan denk je van: oh, het ligt daaraan. Dus ik hoef er niks meer mee te doen. Of dus ik hoef niet naar mijn psychologische factoren te kijken of de dingen die nu op dit moment in mijn leven spelen. Maar de realiteit is natuurlijk dat het altijd een combinatie is. En ook al heb je een onderdeel van een biologisch proces, wat het oftewel veroorzaakt oftewel in stand houdt, um, dan is dat goed om in je achterhoofd mee te nemen. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kan doen. Ja, en ik denk ook een beetje, en dat is natuurlijk een hele, hele andere ingangspunt om erover na te denken. Ik kan me ook voorstellen dat mensen met een depressie zichzelf eigenlijk niet ja, geliefd vinden, maar zichzelf sterker nog haten. En ik kan me dan voorstellen dat als je dan zo'n theorie hebt van... ...hé, hey, het is een chemische inbalans in mijn brein of disbalans in mijn brein... ...dat je daarmee een beetje wat minder druk op jezelf kunt zetten... ...en kunt zeggen, nou, het is gewoon wat het is. Het, mijn brein die heeft gewoon een stofje tekort. That's it. Dus ik kan me ook voorstellen dat het daardoor ook wat verlichtend werkt qua lijdenslast. Maar ik denk wel dat het ook belangrijk is voor de mensen die naar deze podcast luisteren... ...of mensen in, 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 in over het algemeen, dat... Dat dat eigenlijk een, een, een hypothese is die, niet, die, die totaal niet klopt als de, de oorzaak van een depressie. Yeah. Ik, ik zei ook altijd in de praktijk. antidepressieven is een beetje alsof je een longontsteking met paracetamol behandelt. Je hebt dus een longontsteking door een bacterie of een virus. Daar komt koorts bij vrij. En de koorts die helpt jou om je cellen op te warmen, als het ware. Zodat ze sneller eigenlijk die virus of bacterie kunnen aanpakken. Maar met antidepressieven doe je ongeveer hetzelfde. Er komt een depressie. Dat dat heeft een oorzaak in de kern of een bepaalde trigger. En vaak ook in de kern en de trigger gecombineerd. En daar word je depressief op. Dat gevoel dat komt ja. daardoor. Maar als je dat behandelt met antidepressiva, dan behandel je een beetje de koorts eigenlijk van waar het eigenlijk het probleem zit. En een longontsteking behandel je met, anti, uh, met antibiotica en niet met koorts. Koorts is alleen maar qua, qua verlichting. En als je nog technischer wilt zijn... ja, als je koorts hebt boven de 40, 41... en dat houdt een aantal dagen aan... dan is dat ook slecht voor je. Dat is ook zo. Maar antidepressiva is dus voornamelijk een verlichter... en niet de, 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 zeg maar het middel tegen de oorzaak. En daar ja. zijn wij wat meer voorstanders van. Hé, hey, kijk, wat is die oorzaak? Wat, waar is die, wat is die kern? Ons brein... ja, we hebben dit ding niet voor niets gekocht natuurlijk op tafel. Eh, dat, dat, dat is zo'n fascinerend orgaan. Dat is, en en het, het bizarre is dat we... Eigenlijk 5% van je brein is bewustzijn. En 95% is eigenlijk onderbewustzijn. Dus zo kan je dat ongeveer scharen. Uh, en in dat onderbewustzijn gebeurt van alles. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ik bedoel, als jij, uh, als jij naar de supermarkt rijdt met de auto. Ja, je hebt geen idee. Je, je doet maar wat. Hij rijdt, je rijdt vanzelf. Het is niet dat je nadenkt bij elke, bij elke bocht of elke. Ja, elke, elke obstakel dat je denkt van oh, ik moet nu naar links. En dan moet ik weer op de koppeling drukken. En dan moet ik op gas. Krijgen. Ja, misschien dat jij daar wel wat ik meer. Ik zat te bewust. twijfelen. Ik denk dat je nu jezelf bespreekt, uh, beschrijft en niet mij. Precies. Bij mij gaat dat on zeg maar onbewust. En bij jou gaat dat wat meer bewust, omdat je natuurlijk een ja, beetje aan. Daar het gaat bent. Een de breincapaciteit naartoe. Ja, precies. En, en dat zie je dus ook op hersenscans. Dat vond ik ook wel leuk. Dat is er laatst ook een, een, een onderzoek? Dat ze bij kinderen een, uh, een, een scan deden van het brein. Volgens mij was dat een PET-scan, want dan kun je dus die activiteit zien van het brein. Ja, klopt. En dan keken ze dus naar kinderen die Tetris speelden. En je kunt wel Tetris, dat zijn ja, dat is misschien voor de mensen die wat, uh, die wat jonger zijn dan wij. Vroeger speelden wij Tetris. En dat zijn dus van die blokjes, van die strookjes en van die uh, ja, verschillende figuren die dan, die dan uh, tot de bodem vallen. Ja, hoe leg je Tetris uit? Die dan tot de bodem vallen en dan moest je dus. Eigenlijk alle leegtes vullen met die structuren. En als je dan een rijtje had, dan viel er dus een rijtje weg, kreeg je punten. Nou ja, goed, we waren met weinig tevreden vroeger, laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar de spellen van deze dagen. En ze zagen dus dat kinderen die begonnen met tetris spelen. echt flink hersenactiviteit gebruikten. En dat vergeleken ze dus met mensen die dus volgens mij een paar maanden dat gespeeld hadden. En die vertoonden bijna geen hersenactiviteit. Dus. Ja. Op een duur wordt het soort van dingen die je nieuw leert, kosten heel veel energie. En dingen die je al lang hebt geleerd, die zitten zeg maar in je onder, onder, onderbewustzijn. En die zijn als het ware gequeued en die kosten dan minder energie. Ja, precies. Dus ook de verwerking van je brein als je iets bewust doet, vindt op een ja. hele andere locatie plaats dan op het moment dat de processen geautomatiseerd zijn. Ja. En, dus dat, ja, en, en het brein is gewoon zo neuroplastisch. Dus dat betekent eigenlijk dat het de hele tijd verandert. Dus bij nieuwe gebeurtenissen ben je zo erg aan het nadenken. Dan zit je echt meer van de beslissingmakende activiteiten van je brein. Zit je daar helemaal voor in. En later, dan, ga, dan gaat het gewoon veel dieper naar dieperliggende structuren. Ja. Wat het gewoon puur geautomatiseerd is. En daar zit meer je, het geheugen voor handelingen. Zoals bijvoorbeeld iemand die al heel lang piano speelt. Of lopen, of praten. Ja, ik moet er helemaal niet meer over nadenken dat ik praat. Ik moet alleen nadenken waar ik over praat. Maar het hele proces van praten dat gaat zo automatisch. Terwijl een baby die is daar, nou die is maanden aan het oefenen om die tong te plaatsen, dat er überhaupt een geluidje uitkomt. Ja. Of die papjes, hè? dat baby is dan zo'n papje, een half uur een beetje aan het, um... ja. ja, dan vliegt alles eruit. En... Maar ja, wij hoeven daar niet meer over na te denken. Dus dat zit vast geïnstalleerd in neurale paden in je brein. Ja. En, en dat gaat allemaal automatisch. Maar dat... terug, ja, oh, sorry? Ja, en dat gaat dus eigenlijk, um, inderdaad, het is heel mooi dus dat alles geautomatiseerd is. En dan pas eigenlijk op het moment als je op latere leeftijd bijvoorbeeld weer hersenschade krijgt, pas dan merk je dus eigenlijk wat er weer misgaat. Dus bijvoorbeeld wat je bij Parkinson ziet. Mm -hmm. Parkinson is een, um, een ziekte waarbij de oorzaak zit vooral de dopam dopaminepaden van het brein. En dopamine, we kennen het vooral als een motivator, maar je hebt twee soorten dopamine. De, eerst, de ene is heel erg voor bewegingen. En de andere is heel erg voor een gemotiveerd gevoel en een blij gevoel, vooral. En je ziet dus ook als iemand uh, Parkinson heeft. en dat die structuren in het brein. waar die dopaminepaden uh, eigenlijk stuk gaan. je ziet dat die mensen dus heel erg voor weer opnieuw gaan trillen. Dus die kunnen eigenlijk niet meer diezelfde handelingen. die vroeger dan automatisch gingen. Het lukt dan eigenlijk niet om, dat, om, om, ja, om die bewegingen vloeiend te maken. omdat die structuren van het brein. waarin het normaal automatisch verloopt, omdat mm -hmm. die dus aangetast zijn. Ja, die substantia nigra. Ja. Die ken ik nog wel van de studie, ja. ja. Ja, dat is de oorsprong inderdaad. En je hebt dan de basale ganglia loop. Nou, dat is een heel ingewikkelde loop, maar ja. daarin um, maak je dus eigenlijk alle die al die handelingen weer automatisch. Nou ah, ja, je hebt het over basale ganglia. Je zou hem ook eventjes kunnen laten zien natuurlijk, of is dat... Uh... Ik, ik kan mijn best doen. Ja, even kijk, nou, we gaan even voor de luisteraars, wij gaan de basale ganglia aanwijzen. Dan hebben we in ieder geval het brein gebruikt. Uh, Zo'n brein is best prijzig, dus dan gebruiken we hem ook. Dus dat voelt dan ook weer goed voor ons. Nou, dit is dus uh, hierbovenin heb je dan de cortex, dat is eigenlijk de loop, en dat is eigenlijk uh, het meest menselijke gedeelte van het brein. Dus hierin zit voor de frontale cortex, dat is waar eigenlijk de CEO van je brein zit. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik zie al denken van, uh, schiet een beetje op. <laughs> ja, laten we maar eventjes, ja. ja. Ja, en dit is eigenlijk de, de, je emotionele brein. En dat is dus echt waar ook je onderbewustzijn vooral in zit. En dit is dan je hersenstam. En de basale ganglia, die zit eigenlijk vooral hierachter eigenlijk. Ik kan hem nu niet zo goed laten zien, maar die zit hierachter. En daar ontwikkel je en creëer je dus ook echt die motorische paden op een onderbewust niveau. Ja, dus als dit een appel is bij de pitjes zitten eigenlijk uh, bij het klokhuis zitten eigenlijk ja, uh, de en niet een steeltje want oh, dat is dan de hersenstam denk ja, ik okay, maar de ja. pitjes nee precies oké okay. nou goed ja terugkomend inderdaad want we zijn afgetwaald als wij over het brein hebben dan, uh, dan kunnen we daar al de twee drie podcasts aan wijden maar terugkomend op de depressie inderdaad of dat je een stofje mist wij zijn dus meer van mening dat in de kern je dus in dat onderbewustzijn heel veel patronen, heel veel circuits creëert, neurale paden creëert, en dat je daar moet gaan kijken in samenhang met trauma, met persoonlijkheid, met omgevingsfactoren. Ja, genetica heb je weinig invloed op, maar met die factoren kun je al heel vaak een heel eind komen bij de behandeling van de depressie, en daar moet je eerder naar kijken in plaats van naar pillen. Ja, ja en, en als kleine nuance dan inderdaad. Wat ze dus wel zien, is dat op het moment dat je een mail tot een matige depressie hebt... Dan uh, op het moment dat je dan dus een antidepressiva krijgt, dan werkt dat wel op de korte termijn. Maar dan werkt dat vaak ongeveer even goed als een placebo. Dus gewoon puur het idee dat je iets neemt wat goed voor je is, dat kan een soort van, nou laten we zeggen, hoop. Het is eigenlijk een flesje met hoop of een pilletje met hoop. En die hoop die kan dan eigenlijk al een heel een positief effect hebben in, in hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt. Dus puur het krijgen van hoop, dat heeft dus al een positief effect op de uiting van je depressie. En het is eigenlijk vaak pas bij een echt een ernstige depressie dat je dan dus wel ziet dat dat uh, serotonine mechanisme dat dat een groter aandeel heeft. Dus in die zin zou je eigenlijk ook alleen antidepressiva willen adviseren bij een ernstige depressie, omdat het dan wel wat effect heeft. Maar op het moment dat je een mild- tot matige depressie hebt, ja, je kan veel beter hoop geven. En dat kan dan natuurlijk in de vorm van een placebo-pil. Ja. Yeah. <laughs> of misschien hebben we uitzondering natuurlijk ook een uh, antidepressiva als dat een weloverwogen keuze is. Ja. Yeah. Um, maar je kan veel beter hoop geven. Het is ook inderdaad de vraag dan. Hè, als je weet dat een placebo even goed werkt als antidepressiva. wat maakt dan eigenlijk dat je depressief blijft. op het moment dat je mild- tot matige depressie is? Dus als het een stofje zou zijn in het brein. ja, dan zou zo'n antidepressiva. Um, meer effect hebben dan een placebo. Ja. Maar misschien kan alleen al de gedachte hè, van, hé, hey, ik ben depressief en het komt allemaal niet meer goed en um, ik heb geen hoop meer, ik, 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 ik heb er geen zin meer in, ik, um, ik doe alles verkeerd, ik faal, ik ben waardeloos. Misschien dat die gedachten alleen al, dat die dus ook effect hebben op, ik zeg maar, de, de chemische balans van je brein. Ja. En dat je daardoor die depressie eigenlijk ook in stand houdt. En dan kan het nog steeds biologische factoren hebben, hè? Dus, maar de oorzaak die kan dan ook zijn hè? De, de, de negatieve gedachten. Want bij al die negatieve gedachten dan loop je weer datzelfde breinpad af. Ja. En dan wordt het steeds sterker. Dus wat ooit een landweggetje was, wordt dan opeens uh, nou, de ring van Amsterdam. Ja. En die is heel druk. Zeg dat wel. Het is extreem druk, ja. Ja, ja en dat is, dat is wel interessant dat je dat zegt. En um, ik denk dat het ook belangrijk is om te weten. Een eigenschap van depressie is hopeloosheid, dat, dat het allemaal niet werkt, dat je niet optimistisch ja. bent. Maar het brein is zo neuroplastisch. Dat, dat is, het is zo neuroplastisch dat je eigenlijk bijna alles kunt ombuigen in je brein. Maar dat met de juiste hulp. En je ziet het zelfs, we hebben laatst over de richtlijnen gehad van de huisarts, dat, men, dat het een beetje lijkt alsof pillen even goed werken als psychotherapie. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook onzin. Psychotherapie is hetgeen waarmee je dus eigenlijk kunt leren dat brein zeg maar, aan te passen. Ja, er zijn ook theorieën die zeggen dat antidepressiva ook de neuroplasticiteit kan aanpakken. Uh, maar je kan met psychotherapie, kun je ook je brein hertrainen. Waardoor je minder depressief wordt. Dus ik denk ook voor, voor mensen, als jij thuis zit en je hebt depressieve gedachten, je bent somber, je voelt je niet lekker in je vel. We hebben een depressiecheck ontwikkeld. En daarin kun je dus. Meten hoe hoog je depressie is. En de, de hele bedoeling van die check is dat wij dan vervolgens met die score van jou kunnen meedenken wat voor jou kan helpen. Dus heb jij sombere klachten of heb je een depressie? Vul dan de depressiecheck in op www.christenaasje.nl/slash depressiecheck. En dan uh, denken wij met jou mee wat jou kan helpen. Want er zijn gewoon goede behandelingen voor depressie. En, Absoluut. En, en, mm. en, en, en die pillen, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ja, dat is. Absoluut niet de eerste keuze en het is alleen maar een opstapje. Ja, dus het, inderdaad, het is een stukje hoop die je krijgt. Terwijl op het moment dat je inderdaad psychologische therapieën krijgt en dat je weet van hé, hey, hoe werkt mijn depressie en wat houdt het in stand en wat kan ik doen om wat meer invloed te hebben op dat proces, dat gaat ook voor de langere termijn een stuk beter helpen. Ja, ja want je moet dat brein eigenlijk hertrainen. Hè? Je moet weten wat je op, op, op bepaalde momenten moet doen. Dat is het hele ding. En volgens mij, heel mijn scherm vliegt eruit. Ja. Je, moet, je moet dus gewoon weten wat je moet doen op momenten dat jij je somber voelt. En het is vaak ook um, mensen met een depressie die hebben periodes van somber zijn. Het is, het, ja, sommige mensen hebben het gewoon maanden of jaren achter elkaar. Maar er zijn ook heel veel mensen die een paar weken wel, een paar weken niet, een paar weken wel, een paar weken niet. En dan denk ik ook bij dat soort klachten, als jij weet wat je moet doen op die momenten dat je niet depressief bent om, om depressief te worden, dan kan je dat koperen, dan kan je dat remmen. Je moet hebben handvaten hebben om te weten wat je moet doen als je weer het gevoel hebt van hé, hey, ik ga weer die spiraal in. Ja, precies, precies. 100 En dat merk je dus ook heel vaak terug bij, bij cliënten. Hè? Dus op, op, op een moment dat de leidenslast heel hoog is, dan denken ze van oké, okay, nu moet ik er wat mee. Um, en, en dat was voor het moment ook dat ze met ons contact zoeken. En soms dan een paar dagen later, dan heb je zoiets van, hé, hey, het gaat alweer ietsjes beter en ik wacht het even af en ik ga gewoon de komende maanden zien wat er gebeurt, want het is ook druk op werk en hè, wil ik nu op dit moment hier voor de lange termijn iets aan doen. En het lastige daarvan is, is dat um, op het moment dat je dus heel erg je laat meebewegen... door die golven van die depressie, dan voor je het weet, dan loop je er maanden of jaren mee rond. Want op het moment dat het goed gaat, dan gaat het vaak moe. En op het moment dat het slecht gaat, gaat het echt heel slecht. Yeah. En vaak hebben we ook het idee. En ik, ben er, ik heb daar zelf ook wel een handje van. Dat je dan denkt van oh, ik wil eerst even alles afmaken. En ik wil eerst zorgen dat ik alles af heb. En op het moment dat het wat rustiger wordt, dan ga ik nieuwe dingen doen of nieuwe dingen leren. Terwijl het lastige bij zo'n depressie is, dus dat um, in je dagelijkse leven heb je al zo weinig motivatie, je hebt zo weinig energie. Het kost zoveel energie om een niet een masker op te hebben... om te blijven werken, om je dingen te blijven doen. Het is echt een soort van een overleefstand waarin je zit. Dus ook al is het druk op werken... of ook al heb je een gezin dat je draaiende moet houden... op het moment dat jij somber of depressief bent... dan kost dat zoveel extra energie. En juist op die momenten kan het ook heel fijn zijn... om echt gewoon te kijken van... hé, hey, wat heb ik nodig om me beter te voelen? En als je druk hebt of als je um, hectische tijden hebt... Ik ben nooit degene die zou zeggen van... hé, hey, ik verwacht dat je nu een uur per dagje mee bezig bent. Zet je doelen dan ook vooral lager. Hè? Kijk van, hé, hey, wat heb jij nodig per dag om er wel mee bezig te zijn... maar ook om in de situatie waarin je nu zit te kijken van... hé, hey, wat kan ik doen om het wat beter te maken? Wat kan ik doen om te zorgen dat het wat minder zwaar voelt? En wat kan ik doen vandaag in plaats van over drie maanden of over drie jaar? Ja. Want voordat je het weet, dan loop je er gewoon al jaren mee rond en het gaat... Op en af, maar ja, wat ik dan ook altijd uh, wel benieuwd naar ben, is van, hey, hoe zou je lever er eigenlijk anders uitzien als je wel goed zou voelen? Als je, ik heb voor, je hebt pas um, sinds recentelijk voor het eerst depressieve gedacht, Hey, hoe, hoe zou het voor jou voelen om weer terug naar vroeger te gaan? Hey? Laten we zeggen het vroeger twee, drie jaar geleden, toen je goed in je vel zat. Hey, wat was dat voor jou waard? En hoe ziet jouw lever dan anders uit? Hey, zie je dan bijvoorbeeld vaker vrienden? Um, zijn de contacten die je hebt, voel je je meer verbonden? Voel je je hechter? Um, doe je de baan die je leuk vindt? Of haal je veel meer energie uit de baan die je nu bijvoorbeeld hebt? Hoe ziet je relatie eruit? Hoe ziet je, um, ja, hoe, zie je, hoe ziet je vrije tijd eruit? Hoe ziet je band met je familie eruit? Investeer je in mensen? Investeer je in de gemeenschap? Dus dat vind ik altijd ook gewoon heel belangrijk. Om te kijken van, hey, het is niet alleen dat je ergens vanaf wilt. Maar je wilt ook ergens naartoe. Ja, precies. Ja, dus inderdaad, stel doelen op. Zeg maar, kijk, kijk naar wat er aan de andere kant... Zeg maar, kijk, kijk, een zeg maar, depressie is net een, alsof je een zwarte wolk boven je hebt. Of, ja. een, of een, een grote zwarte hond hebt die je telkens terugtrekt. Maar stel je ook voor hoe het leven kan zijn zonder die wolk, zonder die hond. Wat, wat dan je doelen kunnen zijn, waar je dan naartoe kan gaan, wat je dan met je leven zou doen. Want, want dat is dus dat is best wel bijzonder van deze tijd. En, en Dat is een kleine zijspoor, die longevity stroming dat en uh, voor de mensen die nu weten wat het is dat is van dat je extra lang wilt leven door te gaan letten op je heart rate variab variabiliteit en weet ik het wat allemaal zodat het is eigenlijk je gewoon biohacking hè? ja biohacking je je, biolo je biologie proberen te hacken voor een uh, zo gezond mogelijk leven ja precies en dat zijn dan mensen inderdaad die extra lang willen leven maar dan denk ik altijd bij mezelf van hey, uh, je kan beter kijken van hoe kan je het maximale uit je huidige gezondheid halen dan dat je pitcht op dat je in plaats van 80 90 wordt ja Eerlijk is eerlijk, ik wil liever 60 goede jaren dan 80 jaren dat ik heel de hele tijd tegen allerlei dingen aanloop. Dus ik, wij hopen dus ook dat, dat inderdaad, als je de, de, een depressie hebt, dan heb je geen motivatie. Je hebt geen hoop, je denkt dat het allemaal niet helpt. Er is dus wel hoop. Er is dus wel. Zeg maar, er is wel een kant die je op kunt gaan waar het leven beter is. En ja, de act, zeg maar, de, 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 het startpunt ligt echt bij jezelf. Jij moet zelf die actie ondernemen. En dat is ook ja. de reden, zeg maar, ik denk dat we ook echt mogen becomplimenteren, be of jou mogen becomplimenteren die nu luistert naar deze podcast. Je hebt nu al de eerste stap gezet, door naar ons te luisteren en door naar deze podcast te luisteren. Je bent er al mee bezig, dus je bent al goed bezig. En zo'n depressiecheck kan die volgende stap zijn. Van hey, dat je toch de eerste stappen zet richting actie ondernemen. En richting dat je uit je depressie komt. Want er zijn een heleboel mensen die wij ook onder andere geholpen hebben, die gewoon minder depressief zijn of niet depressief zijn en een, weer een normaal leven kunnen leiden. Dus de oplossing is er bijna altijd wel, of is er heel vaak. Maar je moet wel zelf actie ondernemen. En die hoop is er. En ja, neem dat maar van ons aan, dat in heel veel gevallen er gewoon hoop is en je actie kunt ondernemen. Ja. Dus als we bij deze virtuele hooppil naar je op kunnen sturen, dan uh, doen we dat met liefde. Ja, ja, precies. precies. En die pillen, om, om het hier ook mee af te, af te sluiten. Kijk, er zijn verschillende studies geweest. Ik las ook laatst een studie. Dat ze dus placebo-pillen met echte antidepressiva vergeleken. En dan keken ze dus wat het effect was na zes tot acht weken. van die beide groepen. En toen zagen ze dus dat mensen met een placebo. na zes tot acht weken die depressief waren. dat 20 tot 40 van de 100 mensen verbetering zag. Ja. Puur door die placebo-pillen. En bij antidepressiva was dat 40 tot 60. Maar ja, goed, daar zit een, een, een spreiding in. Dus je kan zeggen van... het heeft bijna geen effect... of het heeft 10 tot 20 procent effect. Ja, daar je kan valt... het beide kanten op redeneren inderdaad. Hey, en is het dan inclusief... de mildermatige en de dep depressieve mensen? Of was, werd daar geen onderscheid in gemaakt? Er uh, werd volgens mij geen uh, onderscheid in uh, gemaakt. Maar het lijkt mij heel sterk... dat je de, 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 de sterke depressie daarin meeneemt. Want... Daar moet je ook veel sterkere pillen voor, vaak hebben. Die SSRI's ga je niet, daar ga je een ernstige depressie niet goed mee behandelen. Dus ik denk dat ze de milde en de matige cases hebben gepakt, de mensen, en daarop het onderzoek hebben gedaan. Maar ja, nogmaals, je kan dus redeneren van het heeft geen effect gehad, of het heeft 10 tot 20 procent effect gehad. Ja, maar. Ja, want wat je vaak inderdaad ziet, is dan bij de mild- tot matige dat het weinig verschilt. En bij de ernstige, dat is juist wel wat verschilt. Ja. Dus dat bij de, de algemene richtlijn van een depressie is dan dat je bij een ernstige depressie wil je eigenlijk altijd een combinatie van uh, psychotherapie in combinatie met antidepressiva. Mm -hmm. En bij mild tot matige is eigenlijk uh, psychotherapie wordt aanbevolen vanuit de officiële GGZ-richtlijnen. Alleen de mm. huisartsenrichtlijnen zeggen dan van nou het werkt even goed. Ja. Dus, dat is, um, dus die moet ook een keertje met elkaar in gesprek? <laughs> ja, maar kijk, het is denk ik ook, zeg maar, de richtlijn voor de huisarts is anders dan voor de psycholoog, omdat de huisarts 10 à 15 minuten heeft. En die oh. heeft geen tijd om uitgebreid te gaan kijken naar jouw leven. Die heeft die gewoon niet. Ja, je kan wel twee keer, ik heb dat wel eens gehad, dan zeggen mensen van, ja, nee, dat doe je twee consulten. Ja, nou leuk, twee keer 15 minuten. Ga dan maar iemands leven uitpluizen en kijken waar het vandaan komt. Ja, dat is gewoon tekort. Ja, snap ik. Gewoon veel te kort. Bedoel, wij weten het als geen ander met uh, het traject dat we hebben opgesteld... dat sowieso al tien uur is. Ja. we staan nog met alle één op één consulten erbij. Precies. En pas daarin krijg je eigenlijk alle informatie en alle know-how om het uit te werken. Ja, je ziet bij ons ook dat het inderdaad negen weken duurt... en dan nog een week, dus terugvalpreventie, evaluatie. En dan zie je ook in de loop van de weken pas dat er resultaat is... Ja. En, en dan ben je echt elke week bezig, heb je dus je opdrachten. Ja, dan kan je niet verwachten dat de huisarts in twee keer een kwartiertje eventjes jouw depressie oplost. Ja, dat is gewoon lastig. En dan zou je kunnen afvragen van hey, is het dan niet verstandiger om die pil ook te geven? Die antidepressiva pil. Ja, als in liever een antidepressiva dan helemaal niks. Precies. Of liever een antidepressiva dan hè, een eventuele wachtlijst. Of bij de praktijkondersteuner op ja. het moment dat hij vol zit. Of tegen de tijd dat je dan hè, bij een psycholoog terecht nee. kan. Ja, en een praktijkondersteuner is ook geen psycholoog. Dus die, 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 je zou het eigenlijk wat meer als een coach kunnen zien. Die denkt met jou mee, die kijkt van hey, of van dag tot dagbasis, wat zou je anders kunnen doen? Die praat met jou. Mm -hmm. Maar echte behandeling, ja, die kan je daar ook niet verwachten. Nee, nee, dat is meer gericht op begeleidende gesprekken inderdaad. Precies, precies. Dus dat maakt het ook lastig. Oké. Okay. Ik denk dat we dan zijn aangekomen. Even kijken terug. Uh, hebben we een vraag beantwoord? Is het een uh, tekort? Uh, zeg maar, is komt depressie door een tekort aan stofjes in je brein? Uh, nee. Nou, dat is een, dat is een uh, beknopt <laughs> en kort antwoord. Nou, <coughs> maar het kan, het, kan, het kan bijdragen. Het kan bijdragen. Dus eigenlijk de oorzaak van een depressie is bio of psychosociaal. En omdat ik net zo uh, resoluut nee zei, was omdat ik ook wel eens een onderzoek heb gelezen. Ik weet nog niet in hoeverre die herhaald is, maar dat ze zelf zagen dat als je dus um, minder, uh, het tegenovergestelde van een SSRI gaf, dat dat dus ook hielp bij een depressie. Dus eigenlijk het tegenovergestelde effect. Maar ik weet niet hoe oh. ver het herhaald is. Dus um, dat kwam opeens net in mijn hoofd. Of toen je die vraag stelde, ik dacht zo: Nee, het werkt <lacht> niet. <lacht> maar uh, laten we er even voor het gemak van uitgaan dat het gewoon een combinatie is. Hè? Dus ja, zeker de biologie uh, van, je, uh, van je chemische balans in je brein. En je genen spelen zeker een rol. Maar het is dus, denk ik, vooral de vraag: van... Hey, is dat een oorzakelijke rol? He, dus diegene, wat we eerder al zeiden, van hey, op het moment dat je negatief gebeurt uit je jeugd hebt, pas dan activeer je die genen. Maar als je een liefdevolle jeugd, als je een fijn leven hebt, dan activeer je die genen niet. En hetzelfde gaat over dat chemische disbalans in je brein. Het kan inderdaad, er is inderdaad een relatie gevonden, inderdaad over het algemeen, tussen minder serotonine en je depressief voelen. Maar dat is dus eigenlijk alleen op het moment, uh, dat, dat, dat is op dat moment. Maar op het moment dat je, um, het is de vraag van, hey, wat is de oorzaak daarvan? Komt dat omdat je depressief bent, dat die serotonine naar beneden gaat? Of is het feit dat die serotonine naar beneden gaat, de reden dat je depressief bent? Ja. En dat is ook het effect met placebo. Maar hmm. wat we denk ik vooral willen zeggen is van, hey, blijf breed kijken. Hmm. En um, ja, kijk ook naar jezelf van, hè. In welke situatie zit je nu? Wees eerlijk tegen jezelf. En kijk ook vooral van, hé, hey, waar wil je naartoe? Ben je blij met het leven dat je nu hebt? Ben je blij met je stemming en je energiebalans zoals die nu is? En als dat niet zo is, ja, overweeg dan echt om actie te ondernemen. Want er is gewoon heel veel bekend. Ja. En er zijn gewoon heel veel opties. Ja, en als een ander het kan, dan is de kans ook groot dat jij het ook kan. Ja, mensen die echt diep in de put zitten, die hebben ook... Um, ja, die hebben we ook kunnen helpen. Ja, precies. En uh, de eerste stap als tip van de week. Heb je deze klachten? Ben je somber? Loop je daar tegenaan of heb je periodes? Vul gewoon die depressie check-in en dan creëer je eigenlijk je eerste stap richting een ja, aanpak van je depressie. Ja, dan denken we ook persoonlijk met je mee. Precies, precies. Nou, oké. Okay. Hebben we nog een andere tip van de week? Um, goeie vraag. Um, nou ja, antidepressiva-pillen zijn niet alles. Laat ik het, uh, daarbij houden. We hebben we wel een heleboel tips gegeven. Ik weet niet of jij nog een tip van de week uh, hebt. Een extra tip, een bonus tip van de week. Nou, waar ik aan zit te denken is: um, op het moment dat je bijvoorbeeld al antidepressiva slikt, uh, probeer in ieder geval voor jezelf ook na te gaan: hé, hey, wat brengt dat mij nog? Ja. Want uh, opbouwen gaat heel makkelijk, afbouwen gaat wel een stuk moeilijker, moet ik zeggen. Het heeft ook weer met de neuroplasticiteit van het brein te maken. Um, maar ja, we helpen bijvoorbeeld vaak. mensen. We hebben ook wel eens mensen voor het geholpen die dan eigenlijk gingen afbouwen met antidepressiva. Dan krijg je tijdelijk mogelijk wat ontwenningsverschijnselen. En ook juist die psychologische handvaat op het moment dat je dat nog nooit hebt gehad tijdens het afbouwen, kan heel erg nuttig zijn ja. om dan dus alsnog die tools te krijgen, omdat die pillen, nou, zeker als je ze jaren slikt, de kans dat het nog wat doet. Is veel kleiner dan hè, in het begin. Dat heeft met de neuroplasticiteit van je brein te maken. Um, maar het, ook tijdens het afvouwen, op het moment dat die somberheid of iets dergelijks weer toeneemt, overwegen dan ook van: hé, hey, wat kan ik nog voor handvaten? Hoe werkt dat bij mij? Ja, dus eigenlijk ook als je antidepressie verslikt. Als je wel of geen pillen slikt, psychotherapie en goede handvaat is hetgeen wat je nodig hebt. Ja, dus uh, denk erover na. Maak voor jezelf een lijstje, zou ik zeggen. Van een overzichtje van wat jij uit deze podcast hebt gehaald. En wat dat voor jou betekent. Nou, vind ik ook een leuke tip. Oké, okay, nou, dan wil ik uh, jou bedanken, Aisha... dat je er weer bij wilde zijn, natuurlijk. En ik wil jullie natuurlijk bedanken, of jou bedanken, dat je wilde luisteren naar deze podcast. Heb je nog je niet geabonneerd op onze podcast? Doe dat dan vooral. Dat helpt ons. En dat zorgt ervoor dat onze missie, dat we Nederland mentaal sterker kunnen maken, dat dat eigenlijk, uh, ja dat dat meer, meer tot realiteit wordt. Maar goed, we worden al best vaak beluisterd. Maar ja, het is natuurlijk uh, nooit genoeg. Ik denk dat er een heleboel mensen zitten... die, uh, die eigenlijk uh, geholpen moeten worden. En ik hoop dat we middels deze route dat een beetje kunnen doen. En vergeet ook niet een beoordeling achter te laten op deze podcast. Een paar sterretjes waarvan jij denkt dat wij dat verdienen. Uh, dat zorgt ervoor dat wij gemotiveerd blijven... en door blijven gaan met deze podcast. Nou, en dan uh, wil ik zeggen van uh, tot de volgende week. Tot de volgende week.